ik heb gewoon een SOA waardoor ik geen seks kon hebben. Maar oh, je wilde het wel, maar je kon het niet. Ja. Vind je me daar niet aantrekkelijk? Maar... Heb jij de cool blue gast gedaan? Maar wacht eens even, hier ging je nog wel met mij. Ja. Hey, hallo, hoe is het? Leuk dat je kijkt. Ik ben hier vandaag met niemand minder dan... Moi! Want we zijn weer bij elkaar! Yes! Nee. Oh nee. Dat is niet het geval. Nee, oh, nee, we zijn wel nu bij elkaar, maar niet bij elkaar. Ja, dat bedoelde ik ook. Ah. Nee, maar kijk, zeg maar, als mensen dan altijd zeggen van, ah, we zijn uit elkaar, maar we zijn nog wel gewoon goed samen en vrienden en zo. Dan meestal is het niet zo, maar Britt en ik zijn het echt gewoon, Ja, nee, hoe is het met je, Britt? Ja, gaat wel goed. Okay. Maar goed, kijk, dat we dan nu uit elkaar zijn, betekent natuurlijk niet dat je meteen al met iedereen gewoon naar bed kan gaan, zomaar, Britt. Ja, nee, ja, weet je, single, toch? Ja. Oké, okay, klopt. We gaan er even naar kijken. Nee, kan je dat aan? Ja. De. Ik weet niet. Previously on Sas heeft de SOA. Niet zo hard. Oh. Jezus, hey, hallo. Maar wacht, previously? Dit is toch aflevering 1? Nee, ik heb toch in 2019 een pilot opgenomen. Oh, dit is de pilot? Ja, die heb je als het goed is ooit wel eens gezien. En anders, niet. Oké, okay. Nou. Maar JJ staat compleet in de fik. Wat is dat? Dat is mijn slijm uit een kut. Wat? Kijk maar eens terug. Komt dit aan jou? Omdat ik een SOA heb, niet nu. Oh, oh, kan het echt? Weet ik niet, ik heb nog nooit een SOA gehad. Doe het veilig. Ja. Sas, ik denk dat je... Oh nee. Ja, ja, ja. Je hebt chlamydia. Nee, nee, nee. Dat is niet oké. Okay. Ging je er ook echt in met zijn ding tijdens de opnames? Nee, natuurlijk niet. Het zou toch heel hard zijn dat ik echt daar met een blote panani zou zitten voor hem. Ah, wel geloofwaardig. Ja, wel geloofwaardig. Heb ik niet knappe gedaan. Dokter. Ja, man. Hoe bedoel je? Nou, je mag daar niks meer over zeggen. Oh ja, daar moet ik nog aan wennen. Net als dat jij er nog aan moet wennen, dat je op mij moet abonneren. En deze video moet liken. Oké, dankjewel. Nou ja, in ieder geval is dit dus een recap van aflevering 1. Oké. Okay. En nou? Dat meen je niet. Wat doet hij? Alweer? De vorige keer dat we hier stonden, of niet hier, maar zoiets deden. Doe je? We gaan strippen voor hem. Je bent er ook niet goed in, hè? Oh, shit! Klopt. Dat is ook zo, what the fuck. Maar dit is zo nou, raar. Ik heb dus gehoord dat hij dit altijd doet, hè? Als hij seks heeft, zit hij gewoon zo. En dan doet hij ook zo. Ik ben even bezig. Zo ongemakkelijk. Komt er nog iets? Ja. Oh. Kijk eens, mijn kindje. Jezus! Help je doen! Wow, maar hoe was dit dan om met Vincent te doen? Oh, het was heel grappig, want hij zit dus bovenop mij. En we zaten daar en we hebben echt hele gesprekken gehad over van alles en nog wat. En dan was het weer actie en dan moest ik weer gaan strelen. En dan was het daarna weer met elkaar aan het praten. Dus eigenlijk was het heel raar. Wat ga je doen? En nee, niet op, man. Dat is misschien maar hij weet al hoe laat het is. Hij weet precies wat er is gebeurd. Oké, okay, Vincent. We spreken elkaar nog wel. Mooie start wel. Ik ben 1 minuut bezig. Wat een heftige serie. Alleen een deur en een bed hebben. Maar dit is toch straks duidelijk waarom. Is het een droom? Oh, Jezus. Wat? Pardon! Maar nu vertel ik het, dat ik dus een nachtmerrie had. Nou, en toen werd ik wakker. En toen werd ik wakker. Oh, zo'n rare droom. Remember me? Hey Sas, wat leuk om jou te zien. Hoe gaat het met je? Grappig dat je dat vraagt. Wat doet mijn zon? Waarom? Help,
go. Oh, dat was ook een droom weer. Ja. Jezus. Ja, deze meid die zit helemaal in haar. Wel een leuk shot. Ah, ze hebben het leuk gedraaid. Weet je wat? Hier. Kom. Oh, no way. Ja, voor mij. Thanks. Oh, zo ongelukkig. Oh, waar ken ik hem van? Ik ken hem ergens van. Coolblue reclame. Daar is hij van. Ik zweer het. Ja, man. Oh, mijn god. Je hebt gewoon de Coolblue guy verdronken. Nou, dat vind ik wel heel bizar. Cool, hè? Blue. Straks is er wel... Dit was zo scherp. Straks is er wel een hele grappige scène, nou, vind ik. Maar die is wat... Oké, nee, leuk. Ja, zeg. Ja, daar wacht hier iets terug. Sas. Hey, Daan. Is hij te klein? Ja, hem kennen we ook. Ja, ja. Ja, ik heb ook met goede tijden met hem ook dingen gedaan. Is hij te klein? Je had wel een beetje hetzelfde. Ja, ik ben niet... Vis in dezelfde vijver. Oké, okay, maar wacht even hoor. Oké, wacht. Ik moet even mijn geheugen opfrissen. Oh ja, dit is waar dat over gaat waar we het net zagen. Ik dacht dat je zei dat... We rustig aan zouden doen. Nou, 3 dates vind ik behoorlijk rustig aan hoor. Jij niet? Kom op, gek. Maar wacht eens even, hier ging je nog wel met mij. Ja. Ja, dat klopt, zeker. Nou, dat is niet te zien. Nee, dat hoop ik niet. Het zou een beetje raar zijn dat je dat ziet, toch? Nou, ik bedoel meer van... Oh, je bent nu al van de... Mm-hmm. Erin. Oké. Okay. Nee, laat er geen gras over groeien. Nee, ik ga er vol op. Gewoon kleren en al. Ja, ik wil zo snel mogelijk. Oh, lekker. Toch? Gaat ie? Ja, wacht, nee, wacht. Zo? Ja. Oh, is dit? Ja. Oh. Oh, ja. En hoe is dit dan om op te nemen? Er staat 20 man omheen. Ja. Dus behoorlijk awkward. Ja, maar hier heb je dus een soa. Ja, dus nu kom ik erachter en duw ik er van me af en begin te schreeuwen dat ik pijn heb. Ah. Oh fuck. Oh. Au, nee, au, au. Goed. Fuck. Ik sta compleet in de fik. Aha, oké. Okay. En nu is hij hier. Niet. Zijn haar is wel beter. Ja, en hij is echt, het is echt, de combinatie tussen ons werkt echt goed. Wat bedoel je? Nou, we kwamen toen net van goede tijden, dus we waren meer in de goede tijden rollen nog, voor mijn gevoel. Oké. Okay. En nu zijn we Oh, zo, ja, oké. Okay. Je hebt een SOA, mogelijk. Een SOA? De AIDS? Ben je toen normaal? Ik ga toch niet met AIDS naar een tuin zeggen? Oh, ik ben in een tuin, ik heb AIDS. Nou, ik ben hier gewoon, dat is leuk, dat is gezellig. Is het niet dan? Waarom zouden mensen met AIDS niet naar een tuin zeggen? Dat weet ik niet. What the fuck? Dit kwam in me op en ik heb het gewoon gezegd. En dat dit was geïmproviseerd ook. Ja, dit was geïmproviseerd. Dan weet je meteen dat ik dat niet moet doen. Ik wil het zeggen, welke guy die dacht dat het script had schrijven? Nee, mensen met AIDS gaan niet naar thuis zenden. Ja, maar hier is niet spannend allemaal. Maar in aflevering 2 dan? Previously on Sas heeft de SOA. Oh my god, als ik die eikel te pakken krijg, dan hebben we 4 verdachten, toch? Smiley is Oh ja, maar dit heb ik dus allemaal seks gehad. Jezus! Oh, Sas. Ik wist niet zo goed. Cool blue guy, gaat jij hem nog doen? Ja, die heb ik al gedaan. Huh? Ja, daarom... Ook al? Ja, daarom ging ik naar... Heb jij de cool blue gast gedaan? Wat? Daarom ging ik naar hem toe om te zeggen, hey, je hebt me een SOA gegeven. Oh my god. Damn. Oh, dit is ook wel... Ga niet uit, ik heb geen cent, dus voeg me toe op OnlyFans. Oh no, ik heb verlast van mijn FOMO. Ben jij daar ook? Wat een zakje op de foto, foto. Straks zie je mij met ultra witte tanden en ongeveer verkleed als een man. Dat okay. Komt omdat ik naar een feestje ben als Geer en Goor. Samen met mijn vriendin. Als allebei? Ja, zeg maar, ik als Goor en die vriendin is Geer. Omdat hij bent wel Goor. Dat zien we hier. Oh, dus jij maar kijk me dan. Oh. Jij hebt me chlamydia gegeven. Wat? Waar? Wanneer? Hier! Letterlijk hier! We hebben hier seks gehad een paar weken geleden. Ik heb er pas sinds gisteren last van. Dat kan niet! Ik ben alleen maar... Oh, wacht, wacht, wacht. Jij hebt mij die chlamydia gegeven? En jij hebt me helemaal niks gezegd. Ik heb echt van die hazentandjes. Nee, dat kan niet, want ik... Maar
als jij iets hebt en ik heb iets, kunnen we niet gewoon, weet je wel... Nee. Nee. Ik snap je helemaal, hoor. Maar... Wat ben jij lang eigenlijk? Ja, ik had er echt zulke palen aan, hoor. Je bent langer dan hem. Ja, hij... Wist, ja, je bent niet lang, want kijk maar. Nee. Maar... Ik moet ook echt een beetje staan. Dat als ik op die kant sta. Ja, dit werkt niet. Normaal sta ik altijd rechts, namelijk. Maar hij is gewoon klein. Hij is niet heel groot, maar ik heb ook echt zulke palen aan, hoor. Je voelt vies. Had ik eerst ook. Hij heeft ook zo'n paal in zijn broek waarschijnlijk nu. Weet je wel, dirty. Je hebt er wel eens beter uitgezien dan... Ja, vind je? Ja. Vind je me daar niet aantrekkelijk? Jawel. Maar als je hier iets doorscrollt, dan... Oké! Jij vindt het niet zo leuk? Nou, ik twijfel een beetje. Oh, oké. Okay. Hey, weet je wat peggen is? Weet jij wat het is? Wat zei hij? Weet je wat peggen is? Peggen? Nee? Wil ik het weten? Weet ik niet. Dat is dat een vrouw, je bent in een hetero relatie, een vrouw die doet dan een voorbinddildo. Nee, joh. Dus jij gaat hem nu in zijn reet fietsen? Nee! Met een... Nee. Maar dat is wel wat hij wilt? Ja. Nee, joh. Nee, dit voelt niet goed. Wat? Peggen of gewoon? Dit, wij, alles. Goed dat je het zegt. Ik snap het. Dan moet je het ook echt niet doen. Wat een lieve jongen. Ga je nu gewoon? Nee, maar zomaar. Niet zo leuk. Ja? Ik had gewoon dat hij voor me ging weg. Maar dat ik ga jullie proberen over te halen. Nee, is nee toch? Ja, maar dat vind ik echt, dat is echt typisch vrouwengedrag. Ja. Echt zeggen, ik wil een hele respectvolle lieve jongen. Oké, okay, dan moet je het niet doen. En dan is het ook niet goed. Ja. Want als hij, zeg maar, soort van... Ja, maar het is gewoon meer, denk ik. Het, niet dat ik seks zou willen met hem, maar dat hij weggaat op dat moment meteen. Dus dat ik daar dan zo achter blijf in die kamer. Nou, oké, maar ja, hij was er wel duidelijk voor één ding. Nee, wij moesten praten over de SOA. Ja, dat hebben jullie gedaan. Ja, dat is waar. Maar... Als jij weer eens een keer in een kinky mood bent, let me know. Shit! Ik was compleet in die kinky mood, namelijk. Dus... Je was wel in die kinky mood? Ja, ik heb gewoon een SOA waardoor ik geen seks kon hebben. Maar oh, je wilde het wel, maar je kon het niet. Ja. Ah, dat is het. Was niet duidelijk. Goed geacteerd, Brett! Nou ja, maar ik heb het ook niet helemaal gevolgd natuurlijk. Het kon ook aan mij liggen. Ja, nee. Oké! Okay. Nou, maar volgende aflevering ga je dus helemaal los. Ja. Wil ik dat zien? Het is met Yard. Ken je Yard? Yard ken je wel. Yard is oh, van Kelvin. Mhm. Oké, okay, 30.000 likes. En dan ga je dat kijken? Ja. Vincent. Negeert je nog steeds. Ja. Kut, man. Vincent. Ik spreek er gewoon. Oké, nou, bedankt voor het kijken. Oh no, ik heb er last van mijn FOMO.